Vandaag ben ik even weg uit de Valuwe. Ik ben namelijk in de Schouwburg van Kuik. Maar hier staat wel iets wat uit de Valuwe komt. Kijk, een heerlijk likkenpotje. Honing uit de Valuwe van Wereldtuin Verdeliet. Hoe dat zit? Nou, kijkt u even mee naar onze reportage. Schouwburg heeft een samenwerkingsproject met Wereldtuin Verdeliet. Nou, Wereldtuin Verdeliet zit bij ons in de wijk, in de Valuwe. Maar wat doen die nou? Ik heb hier bij me een knappe jonge dame, alleen dat is niet zo goed te zien. Julia Steenbergen. Laat jezelf eens zien. Laat ik zien. Even kijken. Kijk, deze mooie dame die zat verstopt onder een imkerpak. Een imkerpak. Waarom draag je dat vandaag? Nou, dat beschermt dus tegen de bijen. Want meestal heb je ook handschoenen. Maar imkers die al heel lang bezig zijn, die doen dat niet. Want die voelen gewoon aan dat die niet gaan prikken. En als je deze op hebt, dan kunnen de bijen ook niet zo in je oren en je overal kruipen. Ja, want dat is waarom we hier zijn, hè? Vanwege de bijen en vanwege de honing. Nou, bij Verdeliet wordt nu honing gemaakt door de bijen. En de Schouwburg die heeft zo'n bijenvolk geschonken. Daar was jij ook bij, dat hebben we al gezien. En nu staat hier dan dus de honing ervan, hè? Ja, en er zijn ook grote potten en ook de kleintjes. En die staan hier met een papiertje met informatie over. Deze honing, voor wie is die nu dan, weet je dat? Voor de kinderen die hebben gekeken naar de voorstelling. En dan geef je een zakje met honingkoekjes, ook van de honing van de Verdeliet. En een potje om mee te nemen. Ja, de honingkoekjes die zijn geschonken door de cateraar van hier, door Hutte Catering. En de potjes honing die komen van Verdeliet. Van indirect, van jou dus zo'n beetje. Hè? Ja. Werk jij veel bij Verdeliet met de bijen? Met de bijen. Meestal als er wel echt iets leuks gaat, iets groots gaat gebeuren, ga ik altijd mee met papa. En ook met het bijvoeren hebben we ook laatst gedaan. En daar ga ik ook mee. Waarom geeft de Schouwburg nu eigenlijk honing weg aan de kinderen? Het is om de kinderen ook een beetje bewust te laten maken dat honing niet uit een fabriek komt, maar echt van dieren. En de Schouwburg heeft ook een bijenkast geschonken aan Wereldtuin Verdeliet. En daar komt ook de honing deels vanaf, wat in het potje zit en in het koekje. Ja, dus mensen en kinderen die komen hier in Kuik in de Schouwburg een mooie voorstelling zien. En die gaan naar huis met zo'n heerlijk likkenpotje, zodat ze nog lekker lang aan Kuik blijven denken. Ja. Oké, nou, zou ik ook eentje mee mogen nemen om stiekem te proeven thuis? Ja hoor. Dank je. Potje honing en heerlijke koekjes. Ook de artiesten die hier optreden worden verwend met een heerlijk potje honing. Ja.